Welkom bij de video over motivatietheorie. Dit gaat over verschillende soorten motivatie volgens de zelfdeterminatietheorie van Edward Dacey en Richard Ryan. Volgens Dacey en Ryan delen alle mensen drie aangeboren psychologische basisbehoeften. Dit zijn autonomie, betekenisvolle relaties en competentie. Als een doel aan één of meerdere van deze basisbehoeften voldoet, dan leidt dat tot een nastreven van dit doel. Hoe meer van deze behoeften vervuld worden, hoe meer van externe druk naar intrinsieke motivatie verschoven zal worden als drijfveer. Laten we beginnen met het ontdekken van de verschillende soorten motivatie. Je ziet aan de linkerkant lage beleving van autonomie, competentie en binding. En aan de rechterkant hoge beleving van autonomie, competenties en binding. Dit is een glijdende schaal en is dus niet ook een harde lijn van de ene naar de ander. Iedereen kent wel amotivatie, het gebrek aan motivatie. En iedereen kent ook wel intrinsieke motivatie. Maar er zit nog een gebied tussenin en dat noemen we de extrinsieke motivatie. Onder extrinsieke motivatie zit ook de gecontroleerde motivatie, ofwel de motivatie. Onder de intrinsieke en extrinsieke motivatie vallen autonome motivatie. Dat is verlangen, zin, vrijwillige motivatie. Als we dan kijken wat er bij amotivatie onder staat als de drijfveren, dan is het inactiviteit. Het niet kunnen, niet willen en geen interesse of belang zien. Wat is daar nou een voorbeeld van? Bijvoorbeeld met sporten. Ik zie het nut niet in van sporten. Nou, de effecten daarvan zijn passiviteit, vermijding, onzekerheid, faalangst, weerstand en apathie. Als we dan vervolgens helemaal naar rechts gaan naar intrinsieke motivatie, dan zie je dat het interesse gedreven is. Je doet iets omdat het leuk of interessant is. Het hoort bij je passie. Een voorbeeld daarvan is, ik sport omdat ik het leuk en fijn vind. En de effecten daarvan zijn het gevoel van vrijwilligheid, energie, volharding, dieper leren, voldoening en een goede kwaliteit van werk. En je ziet daar de ABC worden volledig helemaal ondersteund. Als we dan kijken bij de gecontroleerde motivatie, wat net buiten de amotivatie valt, dat is onder externe druk iets doen. Dus voor beloningen of straffen en verwachting van buitenaf. Een voorbeeld daarvan is, ik sport omdat mijn huisarts vindt dat ik dat moet doen. En de effecten daarvan zijn angst, spanning, weinig betrokkenheid, weinig volharding en ontevredenheid. Als we één opschuiven naar rechts, dan zie je dat er buiten externe druk ook interne druk kan zijn. Dus interne beloningen, straffen en verwachtingen. Voorbeeld hiervan is, als ik niet sport, voel ik mij schuldig. Wat de effecten daarvan zijn, is een gebrekkig gevoel van eigenwaarde. Dan gaan we door naar de autonome motivatie aan het lage spectrum, dan is het nut gedreven. Dus iets doen vanwege relevantie omdat het zinvol is. Als je kijkt naar een voorbeeld, dan is ik sport omdat ik de voordelen van fysieke activiteit belangrijk vind. Hier zie je ook dat die ABC van hieronder niet helemaal volledig vol zijn, maar wel al een groter aandeel hebben van gevoel van vrijwilligheid, energie, volharding, dieper leren, voldoening en kwaliteit van werk. En dan tenslotte hebben we er nog één, waarde gedreven. Iets doen omdat het past bij je eigen waarde. En een voorbeeld daarvan is ik sport omdat het een onderdeel is van wie ik ben. Dit zijn allemaal verschillende vormen van motivatie en je zou ze nog volgens de officiële termen intrinsieke motivatie, geïntegreerde regulatie, geïdentificeerde regulatie, geïntrojecteerde regulatie en dan hier de externe regulatie in de amotivatie. Dit was een klein kort voorbeeld over verschillende soorten van motivatie en over de invloed van autonomie, competenties en binding in het vormen van motivaties ook voor doelen, om je doelen te bepalen. Dus beweeg je omdat je het leuk vindt, beweeg je omdat het een onderdeel is van wie je bent of omdat je de fysieke voordelen ervan belangrijk vindt. Als je aan dat spectrum zit, dus in het donkergroene gedeelte, dan is de kans dat je deze dingen volhoudt vele malen groter. Als je in het lichtgroene gedeelte zit, dan is de kans een stuk kleiner dat je deze doelen vol gaat houden. Het is ook uit te drukken in een tijd en als je aan de rechterkant zit, hoe meer je recht zit, dan is het 6 tot 12 maanden dat je iets vol gaat houden, minimaal. Aan de linkerkant is het 6 maanden of korter. Ik hoop dat deze video wat opgeleverd heeft en dat je een beetje een inzicht hebt gekregen in wat voor motivatiesoorten er zijn en hoe je zelf kunt ontdekken welke vorm van motivatie er achter jouw doel hangt. Tot de volgende video!